ben een gepassioneerd fietser en samen met mijn collega's kom ik graag naar hier om echt ons uit te leven. We zijn allemaal sportievelingen en als we samen zo op fietsen, dat geeft heel veel energie. Energie om samen te werken. Sportieve mensen zijn ook vaak heel dynamische mensen. En als we dat ook echt aan de job kunnen koppelen, dan is dat magnifiek om samen te doen. Die teamgeest die we dan creëren is onbetaalbaar. Ik ben Koen de Grotenhuizen, directeur real estate voor Decathlon België. Decathlon is een sportwinkel. Wij creëren, wij produceren en wij verkopen onze eigen sportartikelen. Dus 85% van de artikelen die je in elke winkel vindt, zijn producten die wij zelf ontworpen hebben en zelf maken. En dat is de reden waarom dat wij zo ons onderscheiden van de andere winkels. En dat maakt eigenlijk dat we heel exclusieve producten hebben die we op de sportmarkt brengen aan heel lage prijzen. En ik ben er echt wel heel fier op dat we die sportmarkt vergroot hebben. Onze missie is de sport toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. In 2017 bestaat Decathlon 20 jaar in België. En de afgelopen 8 jaar hebben we 20 winkels kunnen opendoen. En na 10 jaar werd het tijd om opnieuw te investeren in logistiek. Wat we nu doen, we gaan van 35.000 vierkante meter naar 40 en mogelijk 47.000 vierkante meter. Onze investering in Willebroek, nu in het nieuwe distributiecentrum, bedraagt ongeveer 7,5 miljoen euro. 2 tot 2,5 miljoen euro in het gebouw. En dan nog eens een 5 miljoen euro die we investeren in het interne operationeel maken van het distributiecentrum. De ambitie voor de komende jaren is bijkomende winkels open doen, nieuwe verkooppunten en bijkomend dus investeren in e-commerce. We kijken voor de fysieke verkooppunten niet alleen niet meer naar de perifere locaties, maar mogelijk naar de grootsteden ook zoals Antwerpen en Brussel. Decathlon Belgium verdient deze trofee omdat we volgend jaar 20 jaar investeren in België, 20 jaar investeren in onze klanten en onze medewerkers. En dat om de sport toegankelijk te maken voor iedereen.